zit wel eens een patroon dat je een basisketting van de vaste op moet zetten. Nou, hoe werkt dat? Je neemt je uiteinde tussen je twee vingers en die daar. Neem je haaknaald van onder en dan ga je met de klokmeter omheen. En dan maak je eerste losse. Plus nog eentje erbij. Dan ga je naar de eerste losse die je gehaakt hebt. Pak je twee lussen op, dus niet één, maar twee lussen. Zo. Dan sla je na het draad om je naald en haal je hem door de eerste twee lussen heen. Dan doe je nog eens één lus draad om je haaknaald omslaan. Eén keer doorhalen. Omslaan en door twee. Nou, ga je je werk iets draaien. Dan heb je hier twee veetjes. Die ga je oppakken. Dus je gaat door die twee steken heen. Dan heb je twee lussen. Sla je draad om je naald. Haal je door. Nog een keer om je naald heen. Door één lus. Om je naald heen. En door twee lussen heen. Ga je werk weer draaien. Heb je hier weer het veetje. Dan steek je doorheen. Draad om je naald. Door de twee lussen heen, draad om je naald, door één lus, draad om je naald, door twee lussen. En zo ga je door tot het aantal steken dat het patroon wenst van jou te maken. Wat je dan hebt is een goede basis voor je patroon. Als je kleding gaat maken en je moet beginnen met een ketting van lossen en daarna gelijk vaste op moet haken, kun je deze ook nemen. En wat zijn de voordelen hiervan? Is dat aan beide kanten de rek bijna gelijk is. Kijk maar. Vaak als je hier alleen een ketting van lossen maakt en daar je vaste in maakt, heb je vaak dat het werk dit gaat doen. Mijn advies, als de eerste toer een ketting is en je moet trek vaste maken, maak gelijk de basisketting van vaste. Goed, heel veel succes.